Welkom bij deze instructievideo voor het haken van een mochila, bodem van een tas. In deze video ga ik jullie niet laten zien hoe je de zijkant haakt of hoe je een patroon leest. Dat komt in een latere video. Maar ik ga jullie wel drie andere dingen laten zien. Ten eerste hoe je begint aan een tas. Vervolgens hoe je meerdert. Daarna hoe je kleur wisselt. En bij het kleurwisselen hoort eigenlijk ook het draden toevoegen. De mochila tas is een techniek waarbij je meerdere meeloopdraden gebruikt. In dit patroon zijn het 4 draden in totaal, waardoor de tas een hele stevige structuur krijgt. Je kunt bij het mochila haken door 2 lussen heen haken of door alleen de achterste lus. Ik kies er bij de bodem voor om door 2 lussen heen te haken, zodat het een stevig geheel blijft. Voor de zijkant zal ik alleen door de achterste lus haken. Het patroon wat je hier ziet is nog niet beschikbaar op dit moment in maart 2019, maar volgt hopelijk snel. Zodra het patroon beschikbaar is, zal er een link van worden geplaatst in de beschrijving van deze video. De techniek die hier gebruikt wordt is toepasbaar voor alle mochila patronen. Je moet alleen wel even goed in je patroon lezen. Deze begint met 7 steken en doet dan steeds 8 meerderingen. Je hebt bijvoorbeeld ook patronen waar je met 8 steken begint en 8 meerderingen hebt, of 10 meerderingen of 12 meerderingen. Lees dus even goed als je deze video gebruikt voor een ander patroon wat er in jouw patroon staat. Nou, wat je nodig hebt voor het haken van mochila tassen is 100% katoen. Dat blijft namelijk het stevigst. Als je de tas met acryl of met wol zou haken, dan zou die uit gaan zakken en dat is jammer. Wat je ook nodig hebt is een haaknaald. En wat echt wel heel erg handig is, is een steekmarkeerder. Al kun je er natuurlijk ook een los stukje wol of iets voor gebruiken om er steeds te onthouden waar het begin van je toer zit. Ik hoop dat jullie veel leren van deze video en ik wens jullie heel veel plezier bij het bekijken ervan. We beginnen de mochila tas met een magische ring. En daarin haken we 7 vaste. Zo heb je een magische ring met 1 losse om de ring vast te zetten. Daar gaan we nu 7 vaste in haken. De vaste is eigenlijk de enige steek die je gebruikt bij het haken van mochila tassen. Voor een vaste steek je de naald in de ring. Slaat de draad om. Het gaat terug door de ring. Nu heb je 2 lusjes op je haaknaald staan. Dan sla je de draad om en haal je hem door allebei de lusjes heen. Dat noem je 1 vaste. Dan gaan we de 2e vaste maken. Daarvoor steek je weer in de ring. Sla je de draad om en haal terug. Heb je weer 2 lusjes op de haaknaald. Sla je de draad om en haal je door allebei. Nu heb je 2 vaste. In. Omslaan. Terug. Omslaan. Door allebei. Dat zijn er 3. Vier. Vijf. Zes. En 7. We hebben nu 7 vaste gehaakt. Dat kun je natellen. Je ziet hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lusjes. En wat je nu doet is de magische ring dichttrekken. Daar krijgt hij ook zijn naam vandaan. Het magische eraan is dat je een mooi ringetje krijgt om mee te starten. Nu gaan we verder met de volgende toer. Omdat we een cirkelvorm haken, zullen we regelmatig moeten meerderen. Bij meerderen haak je 2 steken in dezelfde steek. Nou, daarvoor moeten we eerst weten wat nou eigenlijk de volgende steek is. Dus we weten dat we er 7 hebben gemaakt. Dus ik tel weer vanaf, nooit het lusje op de haaknaald, maar het lusje daarnaast. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dus ik weet dat mijn eerste 2 vaste moeten in deze steek komen. Voor de bodem kies ik ervoor om onder allebei de lusjes door te gaan, zodat hij meer stevigheid behoudt. En je ziet dan ook dat er nu 2 lusjes in een soort van V-vormpje om de kop op mijn haaknaald liggen. En dan doe ik weer hetzelfde als we net in de ring deden. Dus je steekt er doorheen, je laat de draad om, je trekt hem door. Dan heb je 2 lusjes op de naald. Dan sla je hem weer om en dan trek je hem er doorheen. Dan heb je weer een vaste gemaakt.
En om te meerderen moet je dat dus twee keer in dezelfde steek doen. Dus je ziet dat hier uit dit gaatje komt nu die vaste die aan mijn haaknaald vastzit. Dus dat doen we nog een keer in dezelfde steek. Dit zou in de volgende steek zijn. We moeten gaan meerderen. Doen we dat nu hier. En er doorheen. En ik sla hem om. Wat nu belangrijk is om te doen, of wat ik fijn vind om te doen, is een steekmarkeerder. Het is een dingetje wat er zo uitziet, maar je kunt er ook een paperclip voor gebruiken of een stukje andere gekleurd draad. Dat steek ik door die eerste steek die we net gemaakt hebben, dus de eerste steek van de nieuwe toer. Dan weet je namelijk altijd waar je bent gebleven. En gaat een toer dan niet zo goed, dan kun je hem gewoon weer uithalen tot de steekmarkeerder. Zodat je weet waar je bent gebleven. Zoals je misschien ook hebt kunnen zien, haak ik over het staartje heen van de magische ring. Dit heeft twee voordelen. Het zorgt ervoor dat ik de magische ring nog wat mooier dicht kan trekken. Zodat er echt in het midden geen gaatje meer zit. En als ik hem helemaal mee laat lopen, dan geeft het de tas stevigheid. En als ik hem mee laat lopen, dan hoef ik hem straks niet weg te werken of af te knippen. Nou, over dat meelopen gesproken. Mochila-tassen hebben altijd meerdere meeloopdraden. En dit is ook het punt ongeveer waarop je een meeloopdraad gaat toevoegen. Nou, voor mij is dat de kleur oranje. Nou, dat toevoegen van een meeloopdraad gaat eigenlijk op dezelfde manier als dat staartje meehaken. Dus ik heb hier een meeloopdraad in de kleur oranje. Die leg ik tegen mijn werkje aan. En nu ga ik mijn volgende twee vast te maken. Dus weer een meerdering. Dus niet in dit gat, want daar heb ik er al twee in gemaakt. Maar in de vaste ernaast, dus dat is hier. Nou, dit stukje is zoals je kunt zien even een beetje een gepruts, want je moet die meeloopdraden toevoegen en je hebt nog maar een heel klein werkje om vast te houden. Het wordt echt makkelijker. Als je dit stuk hebt gehad, de eerste 3-4 toeren, dan wordt het haken van de mochila-tas daarna echt eenvoudiger. Nou, je zorgt dus dat je het gele staartje plus de eerste meeloopdraad over je haakwerk heen hebt liggen. En dan maak je weer een vaste zoals je inmiddels gewend bent. Dus je laat de draad om, trekt hem door de steek heen, heb je twee lusjes op de naald. Daar haal je hem doorheen, dan doe je nog een keer in dezelfde steek als waar je net al ingehaakt hebt. Komt de volgende vaste te zitten. Zo. Nou, dan kun je tellen dat je op deze 1, 2, 3, 4 steken hebt gehad en hieronder 1, 2. Dat is precies de bedoeling, want je wil gaan meerderen. Nou, dit blijf je doen, dus in de volgende doe je weer. Goed zorgen dat de draadjes blijven zitten, de meeloopdraden. 1 en in diezelfde steek haak je ook nummer 2. En hier ook weer in de volgende steek 1 en ook nummer 2. En in de volgende steek. Beeld. 1 en 2 en de volgende steek. Dan gaan we ze straks even tellen. Aan het eind van deze toer moet je met dit prachtige patroon 14 steken hebben behaald. En de laatste. En hiervoor is het dus handig dat je die steekmarkeerder hebt gedaan. Dan hoef ik tijdens het haken eigenlijk niks te tellen. En dan weet ik nu, oké, ik ben aan het eind van mijn toer aangekomen. Dus ik haak de laatste twee mooie strakke vaste. En dan ga ik even tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 en 14 is de laatste waar de steekmarkeerder in zit. Dus nu is ook deze toer gedaan. Je ziet dat er nu eigenlijk twee oranje draadjes aan komen. De een gaat naar de bol toe en de ander is het staartje. En dat staartje van de oranje draad, die haak ik niet ook mee, want dat is lastig. Dus die laat ik hangen, die kan ik straks nog wegwerken. En het staartje van de gele draad, die haak ik nog wel om. En dan heb ik hier de gele draad richting de bol. Dus zover zijn we nu gekomen. En je ziet, als ik het gele staartje aantrek, wat dus nog steeds mee wordt gelopen onder de rest van de toer door, dan trek je dat gaatje in het midden nog iets meer dicht. En daarom laat ik dat draadje nog verder meelopen. Dan gaan we nu door naar de volgende toer. Daarvoor haal ik eerst even de steekmarkeerder uit mijn werk.
en leg ik opzij. En ik voeg een extra meeloopdraad toe. In dit geval weer de kleur oranje. Deze tas wordt maar gemaakt in 3 kleuren, dus daarom is er van de minst opvallende kleur. Hij wordt gehaakt in geel, oranje en rood. De minst opvallende kleur is dan oranje. Daar haak ik 2 meeloopdraden van mee voor de stevigheid van de tas. Dus nou, ook nu weer, zoals ik net al had gezegd, het begin is even een beetje gepruts met al die draadjes. Dat wordt echt eenvoudiger. Nou, je zorgt dus weer dat je goed alle meeloopdraadjes op je haakwerk hebt liggen. Ik haak alvast de eerste. Ik moet nu 3 keer achter elkaar meerderen. En dan pak ik de steekmarkeerder. En die doe ik weer door die eerst gemaakte steek heen. Zodat ik weer weet waar het begin van mijn toer is. Als ik de tel kwijtraak. Of als ik bijvoorbeeld even iets met de kinderen moet doen. Waar ik ook op let, is dat ik in dit geval het gele staartje zoveel mogelijk vooraan heb liggen. Zodat je zo min mogelijk de contrasterende kleuren door het haakwerk heen ziet. Dat krijg je altijd wel een beetje. Maar als je erop let dat je de minst opvallende kleur vooraan hebt liggen, dan wordt het wel wat mooier. Nou, dit was de eerste meerdering van 2 vaste in 1 steek. Dat doen we nu nog 2 keer. Zoals in het patroon aangegeven staat. Nou, dit is inmiddels, hebben jullie dit al een aantal keer kunnen zien. Dus ik ga er even een beetje sneller overheen. Waar ik naartoe wil namelijk, is dat er aan het eind van deze toer, als je netjes het patroon volgt, de eerste kleurwisseling zit. Nou, die wil ik nog even aan jullie laten zien in ieder geval. Dan heb je eigenlijk alle basis gehad. Dan weet je hoe je het op moet zetten. Dan weet je hoe je meeloopdraden moet toevoegen. En dan weet je hoe je moet meerderen. En dan weet je, als het goed is, aan het eind van de video ook hoe je kleur moet wisselen. Nou, ik heb hier dus nu 3 keer een meerdering gedaan. Het is een beetje een onregelmatigheid om op het goede aantal steken uit te komen. Maar goed, als je netjes het patroon voelt, dan kom je daar helemaal uit. Nu ga ik 5 keer 1 losse in een steek doen en dan de steek erna meerdere. Dus ik voor 1 vaste in een steek, sorry. Ik doe nu 1 vaste in een steek en dan ga ik de steek erna meerdere. Dus weer 2 vaste in 1 steek. 1, 2. Nou, en dat moet ik 5 keer doen. Dus dit is de 2e keer dat ik dat doe. 1 vaste in de volgende steek. En dan 2 vaste in de steek erna. 1. 2. Dat was de 2e keer dat ik het deed. Nu ga ik de 3e keer doen. Eén in de ene steek. En dan 2 in de steek erna. Nou, nu moet ik nog een 4e en een 5e keer doen. En ik blijf er steeds voor zorgen dat de meeloopdraden goed meelopen terwijl ik de steken haak. Dus nu in de volgende steek, die zit hier, gaan we voor de 4e keer een enkele en dan daarna een dubbele haken. Soms kan het helpen om aan de meeloopdraden een beetje te trekken, maar zorg er dan ook voor dat je weer een beetje aan je werkje trekt. Nu gaan we naar de 5e herhaling. Tevens de laatste. Dus dat is 1. En dan daarna 2. 1. 2. Nu heb ik nog 2 steken over als het goed is in het patroon. 1, 2. Nee, nu heb ik nog 1 steek over in het patroon. Want dit was natuurlijk weer mijn eerste steek. En in die ene steek die ik over heb, doe ik nog 1 keer een enkele. Dus geen meerdering. En dan is deze toer ook klaar. En er staat in het patroon steeds tussen haakjes bij hoeveel steken een toer moet zijn. In dit geval zijn het er 22. Dus dan tel je weer even terug. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19, 11, 12, 13, 14, 15, 16... 17, 18, 19, 20, 21 en 22. Nou, wen jezelf aan om dit 1 keer in de zoveel tijd te doen. Zeker als je een beginnende haker bent. Om even te kijken of je stekenaantal nog klopt. Of niet per ongeluk ergens te veel of te weinig hebt gemeerderd. Het is niet helemaal regelmatig hoeveel er gemeerderd wordt. Omdat de meerderingen het mooiste uitkomen bij een kleurovergang.
En daarom kun je dus niet een tafel van 8 of iets ontdekken, maar is het stekenaantal steeds onregelmatig. Dus let daar goed op bij het lezen van het patroon. We gaan nu beginnen aan de volgende toer. Daarvoor haal je de steekmarkeerder er weer even uit en leg je die opzij. En we moeten nu ook de C-kleur mee laten lopen, maar ik laat jullie eerst even zien hoe je meerdert. En dan voegen we hem één steek later toe. Of hoe je van kleur wisselt, sorry. En dan voegen we één steek later de nieuwe kleur toe. Nou, je ziet dat het gele draadje bijna op is, dus dat vouw ik even naar achteren. Zodat je daar niet meer die pluis aan de voorkant van je werk krijgt. Dit is de voorkant van je werk, waar je echt die duidelijke V-vorm ziet. Aan de andere kant van je werk, als je die naar je toe houdt, dan ziet het er en wat rommeliger uit. En je ziet niet aan de rand duidelijke V'tjes. Zo kun je de voorkant en de achterkant van je werk onderscheiden. Dan moeten we in de volgende steek, moeten we één steek geel en één steek oranje maken. Dat staat in het patroon aangeduid met MAB. Want A is de gele kleur en B is de oranje kleur in mijn geval. En M is het meerdere. Dus wat we dan doen, is we beginnen weer zoals we gewend zijn. Je steekt je naald in de volgende steek en slaat een draad om. Maar in plaats van dat we deze steek nu afmaken met geel, zoals je zou denken, gaan we alvast naar oranje. Nou, in dit geval hebben we twee draden van exact dezelfde oranje kleur. Dus dat maakt niet zoveel uit. Maar wat wel belangrijk is om er geen warboeletje van te maken, ik zal hem even in beeld leggen, is dat je de draad steeds pakt vanaf de bol en dan naar voren haalt. Als je alleen maar hier wisselt, dan draai je de draden op het gegeven moment zo erg in elkaar dat je echt een knoop krijgt. En dat is heel vervelend bij het haken. Dus je zorgt steeds dat je de draad oppakt vanaf de bol als je kleur wisselt. Dus ik pak nu de oranje en daarmee maak ik de steek af. Ja, je ziet nu dat deze steek eigenlijk nog helemaal geel lijkt. Maar dat ik al wel een oranje looplus op mijn naald heb zitten. En nu gaan we in diezelfde steek maken we een oranje steek. Maar die maken we weer met geel af. Dus bij het haken van dit soort patronen is het heel belangrijk om te kijken wat is steeds de steek die erna komt. Want deze steek moet oranje. Dat staat in het patroon. Nu trek ik het allemaal een beetje aan en dan ga ik weer vanaf de bol, die hier ligt, tover ik het gele draadje naar boven. Ook dit wordt uiteindelijk weer makkelijk hoor jongens, echt waar, ik beloof het je. Daar krijg je handigheid in. Vanaf de bol, dan trek je die dus naar voren. Ja. En dan maak je deze oranje steek af. Nu heb je dus van kleur gewisseld. Twee keer kort achter elkaar. Dus het belangrijke bij het kleurwisselen is dat je de steek alvast afmaakt. De laatste doorhaal doet met de volgende kleur in je patroon. Nou, daar hebben we het eerste stipje oranje. Wat nu ook nog belangrijk is om te doen, is dat je je steekmarkeerder weer in de eerste steek van deze ronde doet. En dat was dus in dit geval deze steek. Zodat je straks weer weet dat je rond bent en zodat je altijd weer kunt uithalen tot een punt waarvan je nog weet dat het goed was gegaan, omdat je het hebt geteld. Nou, nu moet ik volgens het patroon één gele haken, maar ik moest ook de volgende meeloopdraad pakken. Zo, daar is ook de rode kleur. Die ga ik ook mee laten lopen bij het hele bosje van alle draden. Nu heb ik dus steeds 4 draden in totaal. 1 om mee te haken en 3 om mee te haken. En daarvan is het dus handig als je in dit geval niet de rode kleur vooraan legt. Want die zul je beter zien door het gele heen. Maar de oranje kleur vooraan legt. Het is niet heel belangrijk als je dat een keer vergeet. Maar het is handig dat als je er rekening mee kunt houden welke draad vooraan ligt, dat je dat dan ook doet. Nou, volgens het patroon moest ik nu nog weer 1... gewone A doen zonder te meerderen. En zo gaat het verder. Ik hoop dat het voor jullie nu duidelijk is en dat alle onderdelen van het bodemhaken van de mochila tas nu behandeld zijn. Ik heb het gehad over de magische ring in de eerste toer. Ik heb het gehad over het belang van de steekmarkeerder en over tellen. Ik heb het gehad over de meeloopdraden en dat die belangrijk zijn voor kleurwisselen, voor de stevigheid. En dat je de minst contrasterende kleur voor moet leggen. Ik heb het meerdere laten zien. Ik heb kleurwisselen laten zien. En in een andere video gaan we het nog wat uitgebreider hebben over het patroon lezen. Want daarvoor is het handig als ik een uitgeprint patroontje heb. En dat heb ik nu niet. Plus dat dat een uitgebreid genoeg video is om het in een hele video over te hebben.
En ik heb ook uitgelegd dat ik er bij de bodem voor kies om door twee lussen heen te haken. En bij het filmpje van de zijkant zul je het verschil zien met alleen door de achterste lus heen haken. Maar voor de bodem kies ik er altijd voor om door beide lussen te haken, want daar wordt het steviger van, zoals je je kunt voorstellen. Ik hoop dat jullie veel geleerd hebben van deze video. Het patroon wat ik hier aan het maken ben, is van de geometrische lizards. Hoe heet die beest in het Nederlands? Salamanders. Het patroon daarvan komt op de website beschikbaar uiteraard. En mocht je een patroonverzoek hebben, we zijn dus bezig met het ontwikkelen van een softwareprogramma, dan laat het ons weten, dan maken we er een mooi patroontje van. Je kunt ons bereiken via op Facebook, via de webpagina Een Mooi Gebaar, of hier in YouTube in de reacties, of via de website www.eenmooigebaar.nl. Ik wil jullie hartelijk bedanken voor het kijken en ik wens jullie heel erg veel plezier met het haken van Mochila-tassen.